Yo, what up gast, dit is de FIFA Experience en vandaag gaan we weer een video doen over Nederlands elftal. En nu pakken we specifiek de groepsfase waarin Nederland zit. Ze zitten bij de ploegen Australië, Chili en Spanje. Nou, als eerst kijken we even naar Australië, die hebben op zich een redelijk team, maar kwalitatief gezien toch wel echt het minst. Ze hebben spelers zoals Tommy Orr en Sirota van Utrecht in de voorselectie zitten. Nou, daar hoeven we natuurlijk niet bang voor te zijn als Nederland zijnde. Maar daarnaast hebben ze ook Tim Cahill, dat is een hele goede spits, maar ook al aardig op leeftijd. En ja, je kan denk ik wel verwachten dat ze best wel verdedigend zullen gaan spelen. Want ja, ze zijn natuurlijk kwalitatief gewoon gezien minder goed. En al kijken we naar Chili, nou dat wordt al een belangrijke wedstrijd en ook een hele spannende. Want ja, ik denk dat Nederland en Chili qua kwaliteit op zich best wel gelijkwaardig zijn. Nou, Chili heeft natuurlijk de twee bekendste spelers zijn natuurlijk Arturo Vidal van Juventus. Die heeft dit seizoen echt, heeft het echt hartstikke goed gedaan. En natuurlijk ook nog de andere, de aanvaller, de buitenspeler Alexis Sanchez. Nou, het is nog niet helemaal bekend of hij in de spits gaat spelen of dat hij aan de zijkant gaat spelen. Want je zou natuurlijk verwachten dat hij op de zijkant gaat spelen omdat hij daar het best uit de voeten komt. Maar ja, hij kan natuurlijk ook heel goed als spits en Chili heeft nog niet echt een hele goede spits. Dus dat wordt heel interessant. En ja, die zullen waarschijnlijk een 4-3-3 formatie spelen. Nou, en dan kijken we naar Spanje. Nou, Spanje is natuurlijk de club, de ploeg waar we tegen moeten. Dat is natuurlijk zeker de lastigste. Ja, het is echt gewoon een echt sterrenteam. Al kijk je gewoon wie ze op doel hebben. Casillas. Centraal hebben ze Piqué en Ramos. Het middenveld zal waarschijnlijk iets met Xavi en Iniesta worden. En dan kan je natuurlijk de namen zoals Silva, Xabi Alonso en Mata, die kan je er allemaal bij halen. Dus dat is, het middenveld is vooral heel sterk. Nou, wat voorin gaat gebeuren is nog interessant. Want je kan natuurlijk, je hebt natuurlijk goede buitenspelers zoals Jesus Navas en Pedro. Nou, de spits zal waarschijnlijk Diego Costa gaan worden. Die hebben ze natuurlijk nu dit jaar kunnen ze die gebruiken. Omdat die, hij was eerst natuurlijk altijd Braziliaans. Maar is nu een Spanjaard geworden. Dus dat wordt heel interessant. En is ook natuurlijk een echte hartstikke goede spits. Hij staat natuurlijk met zijn club Atletico Madrid in de finale van de Champions League. Nou, het wordt natuurlijk heel lastig tegen Spanje te voetballen. Maar al zouden we ergens een zwak punt moeten zeggen, dan zou het toch wel de back zijn. Je hebt natuurlijk Jordi Alba op linksback. En de rechtsbackpositie is nog een beetje een twijfelgeval wie daar gaat lopen. Het kan Carvajal worden van Real Madrid. Of Juan Fran van Atletico Madrid. Of misschien wel zelfs Azpilicueta van Chelsea. Maar wie daarvan de eerste keuze krijgt, dat is nog heel onduidelijk. Maar als Robben en Depay of misschien Lens, ik weet niet precies wie op de zijkanten bij ons gaat spelen, die zouden daar toch best wel veel druk op moeten uitoefenen. En dan zou Nederland toch een goede kans maken. Nou, en als zouden we dan de wedstrijd voorspellen. Ik denk dat Australië, nou daar moet Nederland natuurlijk gewoon van winnen. Ik denk dat het ongeveer gewoon 2-0 of 3-0 zou kunnen worden voor Nederland. Dat zou geen probleem moeten zijn. Chili, nou dat wordt natuurlijk al een echte belangrijke wedstrijd. Want dat is eigenlijk al de bepalende wedstrijd van of we het gaan halen of niet. Maar ik denk dat ik heb er vertrouwen in dat we het gaan halen natuurlijk met Nederland. Dus dat zou ongeveer, ja ik denk dat het ongeveer een 2-1 of 3-2 een echte spannende pot wordt. Maar uiteindelijk zou Nederland dan toch gaan winnen. Nou, en Spanje, dat is natuurlijk de eerste wedstrijd. Ik denk zelf eigenlijk een gelijk spel, omdat de twee ploegen denk ik toch wel een beetje rustig gaan uitspelen die eerste wedstrijd. De eerste wedstrijd wordt nooit echt heel gek gedaan, dus ik hoop op een gelijk spel. Maar ik, in mijn achterhoofd heb ik toch ook dat het wel eens 1-0 voor Spanje zou kunnen zijn. Net zoals op het WK 4 jaar geleden in de finale. Maar laten we dat niet hopen en laten we hopen dat Nederland in ieder geval de groepsfase doorkomen. En dan kunnen we zien wie onze volgende tegenstander worden. En laten we gewoon proberen om zover te komen.